Frankie B, ik kan het niet hebben als mijn bier op is. Lekker man, ik heb wel zin in een biertje. Ik trek hem even open hoor. Ja, sorry. Nou, doe dat vannacht. Ja, sorry. Het is even tijd voor serieuze zaken in dit televisieprogramma. Jeetje, het gaat allemaal fout. Helemaal aangeschoten. Het radioprogramma, daar zijn we bezig. Serieuze zaken. Het radioprogramma is bezig met serieuze zaken nu. Ja, ik ga even een biertje drinken. Nog eentje. Zo. Ja, zo krijgen we de uitzending wel vol. Ja, oké. Doe jij het maar even, Rick. Ja, ik ben er wel luchtig. Nee, klopt, maar ik moet ook even iets aan het zoeken. Hier, ik heb het al. Ja. Oké, wat een zooitje. Ja, maar het is carnaval, dus het mag. Ja. We gaan naar de Hymn of the Week. De wekelijkse verkiezing van Hymn for the Weekend. Een liedje dat de komende week, de hele week, in de belangstelling zal staan. Ja. Natuurlijk waren de twee opties deze week twee carnavalsnummers. Ga je ze één voor één doen of ga je doen? Nee, noem ze allebei maar op. Oké. De eerste optie was Ima Hansi met Reunie. Een koffertje van Snelle. Ja. En die andere was Cora van Piep. Want we mogen reclame maken. Knallen met die ballen. En daar zit het. Bedankt voor die snaps, want die smaakt weer als nooit tevoren. In de mond, lekker heet, laat ze niet vallen. We gaan eens lekker knallen, knallen met die ballen. Wat zeg je allemaal, Rick? Nou, bij de uitspraak knallen met die ballen begon graag gelijk te lachen. Dus dat weet ik al genoeg. Jij begon gelijk te knallen met die ballen. Vies peuk jij ook, hè? Gara, op welke zou jij stemmen? Want we moeten jou ook even een beetje... Ik was jou al een beetje vergeten, het programma eigenlijk. Nou ja, ze zitten nog. Ja, ik ben er nog. Ja, knallen met die ballen, ja? Echt? Ja. Ik vind dat echt... Ik heb deze week heb ik hem bedacht, tenminste de ding. En ik had eigenlijk niet gehoopt dat hij zou winnen. Ik dacht eigenlijk, ik was serieus van, die gaat toch niet winnen. Een tip geven. Ja. Want dit gebeurt nou telkens bij jou. Dan kies jij twee nummers en dan wint degene waarvan je niet hoopt dat hij wint. Ja. Kies de volgende keer nou twee nummers waarvan het allebei leuk is als ze winnen. Dat is echt een dikke tip. Ja, dat is goed. Jij doet wel altijd op die manier dan. Dit is gewoon staatsradio. Ja, ik van wel. Jou, Rick. Ik wel. Jij neemt ik heb altijd aan de voorkeur, over. Maar... Je hebt al... Oké. Okay. Nou. Deze keer had ik deze voorkeur. Maar jij hebt altijd de voorkeur voor de slechte nummers. Nee, helemaal niet. Hoezo is die slecht? Dit is zo saai, dit. Dit is gewoon een commercieel plaatje van Cora. Nee, die Ima Hansi, die is saai. En die kop van die vent. Als ik hem zie, dan heb ik al gegeten. Ima Hansi. Nee, maar de vorige keer ook. Met was dat? Zanger Kafke. Ja, echt, wat is daar nou weer mee, man? Had dan op zijn minst Dries Roelvink genomen. Nou, fuck off. Die is Dries Roelvink. Die is nog 10 keer kwalitatiever dan Zanger Kafke. Ik ben trouwens wel echt op... Ik heb het filmpje een paar keer teruggekomen. Wel echt op terugkomen toen jij zei van dit is geen carnavalsmuziek, dat ik daar nu wel mee eens ben. Ja, dat meen ik serieus. Ja, maar luister, je moet gewoon altijd naar mij luisteren. Ja, dat is goed. Ik heb altijd gelijk. Maar echt, in mijn hand zie, dit is... Maar ik vind sowieso, kijk, ik vind Reunie, dat is trouwens ook het eerste wat ik deed toen dat nummer uitkwam, ging ik een remix ervan opzoeken. Echt van, die melodie is wel leuk, maar het is gewoon een beetje kut, door snelle. Ja, maar ik vind het en heel makkelijk, en als ik die kerel zie, dan ziet het eruit als Paul de Leeuw met een bronnen pruik. Ik hoef dat niet. Ik vind het te veel wannabe. En die Cora van M... Die zit in de bak. Nee, maar weet je, iedereen kent haar vanwege de reclame van al die snacks en zo. En ja. Tuurlijk is het commercieel, maar zij heeft de gunfactor, okay. Vind ik. Nou, laten we maar gewoon gaan draaien, ja, toch? Ja, laten we doen. This is the hymn of the week. So drink from me. Hymn for the Weekend.